Goedemorgen, daar zijn we weer. Seizoensopening vandaag. We gaan gewoon lekker 2 volle dagen op het water. Kijken of we snoekbaarzen kunnen vangen. Baarzen, misschien een snoek. Vannacht proberen in de open lucht te slapen. Zeker. Dus we gaan 2 volle dagen vissen en jullie meenemen. Eerst maar eens even de boot klaarmaken. De boot heeft een kleine transformatie ondergaan tijdens de gesloten tijd. Dus kijken of alles werkt. Looks like you're changing and all. Well, why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, like a feeling in the air. Can you feel me? Hoppa, hangen! Heeft eventjes geduurd. Best wel wat uurtjes zonder actie. Maar daar is hij, de eerste van het seizoen. 1, 2, 3. Yes! Mooie harde aanbeet. Pauwzwemmetje, groen. Het is troebel water vandaag. Het stroomt echt knethard. Water is heel erg troebel, veel troebeler dan normaal. Wat we gewend zijn. Dus we gebruiken lekker felle kleurtjes. 14 gram slootkopje. En ja, lijkt te werken. Kijken of Hugo ook nog van de nul afkomt. Ja. Gaat hij weer. Ook mijn eerste komt eraan. Hoppa. Mooie baars. Mooie baars om mee te beginnen. Ja, mooi visje. Nog snel weer terug. De eerste van het seizoen zijn binnen. Tijd voor een toastje. Toast. Ik denk dat nummertje 2 hier aankomt. Volgens mij weer een baars. Mooi. Geen grote. Vis nummer 4. Vis nummer 3 trouwens. Die lief, hè? Deze heeft een hele andere tekening dan die andere. Deze is veel farver per kleur. Dan ligt er waarschijnlijk een schooltje baars. Dus dan gaan we snel kijken of we er nog een paar kunnen vangen. We zijn even geswitcht. We hebben echt heel veel geworpen de hele middag. Even aan het trollen nu. Even kijken of we vis kunnen lokaliseren. Volgens mij heb ik zojuist een hele mooie vis gehad. Kijk, prachtig. Dat is echt een hele dikke. Dat is een vis. Zwaar wel vader gehad. Oh man, wat is dit dan? Voelde het een beetje als een goede aanbeet of niet? Ja, precies als tijdens het trollen, je loopt ineens vast. En dit was best wel veel massa, dus ik dacht, nou, nu heb ik toch een dikke te pakken. Een dikke kabel. Een dikke kabel, ja, precies. Even geswitcht naar een beetje trollen dus. En na die spectaculaire vangst van Hugo, hangt er bij mij volgens mij iets aan wat wel leeft. Kijk, zo, een hele mooie baars. Knappe baars. Dat bedoel ik maar. Dat is dik. Hebbes. Dikke 40. Yes.
zijn een beetje aan het kijken waar de vis ligt. Waar ze proberen ze te lokaliseren. We hadden een paar snoekbaarzen in de kripjes, dus echt op het zandbodem tussen de steenstorten. En dan hebben we een stenen kant, zeg maar. Een steenstort in de lengterichting van de rivier die we even aan het aftrollen zijn. En daar lag deze vis. Nou, 44, 3,44 zoiets. Zal die wel doen, denk ik. Jazeker. Op de dredger. Klein diepduikend vluggetje. Die naar een meter of 3,5, 4 meter diepte gaat of zo. Super blij mee. Eerste baars van het seizoen voor mij. En wat voor eentje. Geweldig. Yes. Yes. Dredje er weer uit. Ik heb hem even snel opgemeten. 47 centimeter. Super mooi baars. Mag dus wel zwemmen. Kijken of we nog zo eentje kunnen vangen. Zo, we hebben er weer eentje. Op een nieuwe stek. We zijn allemaal nieuwe plekken aan het uitproberen. En dit voelt eigenlijk best goed. Ah, mooi snoepbars. Kijk, sterk hè, van de rivier. Zo, een mooie 50er. Komt echt van het ondiepe. Ik denk een metertje diep. Dan vis ik ook met een vrij licht kopje. Met 12 gram. Net een iets langer glijfdruk. Yes! Oh, wat een harde knal erop zeg. Zijn ze weer even aan het werpen. Nieuwe stekjes. Klein shetje eraan. 10 grammetje. Zo. Echt een knalharde aanbeet. Heel ondiep. Of is het geen snoek? Dat leek even een snoek. Of is het een roofvlaai? Ja. Vet, hè? Dat is ja, een hele goede. Zo hard. Die zit vast wel goed gehaakt. Zo. Dat is een roofvlaai hoor. Dat is een hele dikke roofvlaai. Vet zeg. Yes! Dat is vet hoor. Kijk, en daar is die. Daarom hebben we hem even in het schep net gedaan. Shetje is er al uit. Nou, gewoon op een heel klein shetje. Werp het hier op de ondiepe. Dikke dat vette. Echt een roofvlaai. Hele dikke roofvlaai hoor. Ja. Zo, vet. Zo. Daar heb je hem. Kijk eens wat een mooie zilveren pijl. Super sterke vis. Knalharde aanbeet. Even kijken hoe groot die is. Een 77. 77. Dat noem ik nog eens een goede seizoensopener. Vet hoor, dikke baars van 47 en een roofvlaai erop, 77. Ik teken ervoor. Tot de volgende keer, zeggen we dan. Goeie vis, een hele goede vis volgens mij. Goeie vis, Marco. Die aanbeet was echt snoeihard. Nou ja, knappe zoekbaars. Hele goede. Pak hem zelf. Oh! Dat zul je altijd zien. Dat is jammer. Oh, die was van 70. Goed los. Dat is pijnlijk. Ja, dat is zonde. Zo, we zijn lekker aan het vissen. En mijn maatje Hans hierachter, die is ook hier op het water, lekker de seizoensopening vissen. Hij ving een mooie snoek, maar dat ging even mis bij het landen. Gelukkig lagen we in de buurt, we konden eventjes komen assisteren. Maar de snoek begon te spartelen en er zat een dregje in zijn vinger. Maar die hebben we er gelukkig uit kunnen halen. Als je niet tegen bloed kunt, moet je nou eventjes een minuutje doorskippen. Dat we er precies dan nu even zijn. Ja, Hans, wat heb je gedaan? Ja, kut. Ja, wat denk je wat handig? Ja? Ja. Oh. Hij zit erdoor. Niks aan de hand. Is de weerhang nu weg? Ja. Ja, check even goed. Hij is weg. Kijk. Hij is eruit. Hij is eruit, schat. Toppie.
Grote jongen. Hey Hans, goed gedaan man. Ja, nee, dankjewel. Mooie vis. Jij bedankt voor het redden van mijn hengels. Dat is ook de enige inderdaad. Hallo. Weer een mooi snoekbaarsje voor op de lijst. Ik denk dat we hiermee inmiddels wel op de dubbele cijfers zitten. Zo gaat hij goed. En een plonsje. Hangen. Daar komt er weer eentje aan. Van dezelfde stek waar net een hele grote werd gelost. Kom nu met een hele kleine vloedje. Waar is er eentje? Zo, dat was de eerste dag van het seizoen alweer. We hebben de eerste dag van het seizoen gevist op een rivier samen met Hugo. En hoe was het? Het was heerlijk. Het was heerlijk. Geweldig weer gehad. Vangsten waren in het begin een beetje matig, maar uiteindelijk hebben we toch goed in de dubbele aantallen gevist. Dus echt ja. Zwaar genoten. En een paar hele mooie vissen erbij. Lekker skottelen, even goed eten. We hebben hard gevist vandaag, dus het is eventjes tijd om lekker te gaan eten. En dan gaan we een plekje zoeken en dan blijven we hier aan het water slapen. En dan gaan we de boot trailen en dan gaan we morgenochtend naar een andere stek nog meer nieuwe plekken zoeken. En dan gaan we daar nog een keertje vissen. Kijk. Dus lekker op tijd eruit. Keukenprinsesje ben je ook. Heerlijk hè. Zo, de stretcher staat. We gaan lekker slapen en we zien jullie morgen weer. Hey, morgen. Daar gaan we weer. Morgen. Dikke lens op die bakken. Kijk eens, Hans. Morgen. Staat er eentje ontbijt te maken. Dat is perfect. Dat is hem. Daar komt de eerste van de dag. Super harde aanbeet. Die chef is helemaal voetsie. Yes, en terug. En daar is de volgende. Hey. Eerst met een shed gevist hier zo en dat was niks. En we zeiden tegen elkaar, hoe kan dat nou? Het is zo'n mooie plek, hier moet er wat liggen. Dus ik pak een plugje, krenkbeetje. Van gisteren hetzelfde krenkbeetje als gisteren, de dredje. Twee barpjes, strak langs de stenen. Hangen. Eén loshangend dredje, die vind ik eng. Ik heb gisteren gezien hoe dat fout kan gaan. Maar kijk, dat is gewoon een knappe zoekbuis. Aan de buitenkant gehakt. Maar hij ging in ieder geval, dus dat is mooi. Goeie vis. Gaan we terugzetten.
Zo, Simon die ving net een leuke snoekbaars werpend op een plugje. Ik dacht, ik ga ook even werpen met een plugje. Maar ik draaide hem vrij snel binnen. En dan vang je zulke vissen. Mooi roofblij. Yes. Hugo zei net die roofblij terug en ik zag een paar mooie dikke signalen op de dieptemeter. Dus ik dacht even nog een shotje werpen. In het diepere kuiltje achter de kripkop. Knalharde ram erop. Zo. Kijk hoe mooi. En de volgende. Zo, ik dacht even dat het een klein beetje aan het stilvallen was. Maar daar kan nummer 3 binnen 10 minuutjes. Ja. Nice. Dat begint te drillen. Een hele mooie vis. Zo, voor deze visserij op de rivieren gebruiken we echt dieplopende plugjes. Het voordeel van deze dieplopende plugjes is dat je ze best wel dicht bij de boot kan vissen. En dus ook heel goed kan sturen. En het is echt heel belangrijk bij deze visserij dat je strak tegen de bodem aan vist. Dus op het moment dat wij vissen, voelen we het plugje tegen de bodem aan stuiten. En daar liggen dus de snoekbaarzen. En dat is zowel werpend als trollend. Zowel werpend als trollend, inderdaad. Eigenlijk met dezelfde plugjes, hè? Ja, exact dezelfde plugjes kan je hiervoor gebruiken. Ja. Dit was even paniek. Ik lig vlak bij het kripkopje. En mijn plug loopt vast. Ik denk, shit, ik zit vast. Maar... vast aan de vis, denk? Dit is een betere vis ook. Ik zag hem ook weer liggen op de dieptemeter. Dit is een hele goede snoekbaas, volgens mij. Ik zei het toch? Ja, we zagen een hele dikke pit. Ja. Dikke vis, dikke vis. Ik ben wel van de decepties deze twee dagen. Want het is echt... de eerste keer vang ik een kabeljauw. En nu vang ik... ja. We zagen hem wel liggen in ieder geval. In zijn rug, die telt niet. En daar zijn we weer. Hallo. Even een beetje trollen en dat lijkt ook wel te werken, hè? Dit is zo nummer 3 of 4 of zoiets trollen. Maar ik voelde echt een aanbeter, dus deze zal waarschijnlijk niet in zijn rug zitten. Kijk, kijk, kijk. Oeh. Kijk, wat is mooi kop. Kijk. Yes. Kijk eens. Oh. Ja, die is wel 60. Zeker wel. Dat doet hij echt wel, ja. Knappe vis hoor. Hier ben ik blij mee, gek. Ja. Vangen best wel veel snoekbaars, maar heel veel kleintjes. En dan is dit echt wel even een slag of twee mooier, zeg maar. Dikke baars. Scheppen? Ja, mag. Maar ik ben schep net weer in de film. Oh nee! Ah, oh, mis! Kut! Ja, dat was een dikke baars. Ik moet even sturen. En we vangen er weer eentje trollend. Simon was net een hele dikke baars. Ja, daar hebben we het even niet meer over. Een mooie snoepbaars. Kijk eens. Hoppa. Een boze. Agressief. Agressieve zander. Mooi gepakt. Dit is er weer één voor de aantallen.
Ik denk dat dit nummertje 15 is of zo. Zo, dat was hem. De seizoensopening. Lekker gevist. Kan niet anders zeggen. Gisteren een visje op 15. Vandaag eindigde op iets van 17 stuks. Gewoon supergoed. Nou, 2 volle dagen gevist. Lekker aan het water geslapen. Kan slechter. Heerlijk weer. Goed gezelschap. Dus dat was top. Nou, wij gaan lekker traileren. Op naar huis. Op naar volgende avonturen.